Yo, wel fam! En welkom terug bij een gloednieuwe leuke aflevering van Resident Evil Village. Ik ben natuurlijk Melvin, we zijn weer terug met Ethan Winter. En we zijn gebleven in de riolering of zo van Morau, Morey, Morauio. Ik weet nog steeds niet hoe ik het moet uitspreken. We zijn er inderdaad gekomen met een lift. We hebben tot nu toe in alle plekken waar we geweest zijn een lift gehad. En deze lift die bracht ons heel erg diep onder in een of andere... Oh, echt hele lugubere plek moet ik het maar noemen. En ja, dit is waar Morau woont. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Wat ik wel weet hoe ik moet zeggen is dat ik jullie weer wil bedanken voor de insane support op deze serie. Ik blijf het herhalen. Ik vind jullie echt stuk voor stuk super lief. Dus dank jullie wel daarvoor. En daarnaast, zoals ik altijd doe, even een hele korte snelle recap. Vorige aflevering zijn we eigenlijk alleen maar in de village geweest. Hebben we een super zeldzame vogel neergeschoten. En hebben wij een heleboel dingen geloot. Daarnaast hebben jullie me ook heel veel input gegeven door middel van de berichtjes, de reacties die ik ook allemaal lees. En daarin stond onder andere dat ik niet meer de Lemmy moet gebruiken. Nee, de Lemmy is het eigenlijk niet meer waard. Het is veel meer waard om de M1911 te gaan gebruiken. Die is een stuk sterker en die ga ik dus gewoon even als shortcut hier neerzetten. Dat hebben jullie mij verteld. Ik ga dus ook gewoon maar kijken of dit dan ook beter gaat zijn. Ik geloof jullie en ik denk ook zeker dat het ook wel een betere keuze is. En daarnaast, ja, hebben we natuurlijk Benefiento hebben overwonnen. We hebben Dimi... Hallo? Oké, daar zit niks. We hebben een Dimitrescu overwonnen en nu zijn we hier bij Morau en gaan we kijken wat hier te doen is. Als tweede ding wat mij opviel in de reacties is dat ik het slijm ook gewoon met een shotgun kan kapotmaken. En dat het eigenlijk heel zonde is dat ik daar twee bijpom heb gebruikt de vorige aflevering. Maar goed, waar gaan we naartoe? Ik weet het niet eens. Ik probeer hier gewoon een route te volgen, maar wat de heck? Ik hoor hier ook even een of ander geluidje. Oh mijn god, wat is dit? Een zak. Wauw, ik heb nog... Oh, serieus? Oh, oeh, wat is dit nou weer? Wat? I'd do anything! I'll just be taking this. Wait! What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, Mother's special child? What the heck? Mother wants her baby back. Don't screw with me! Wait, please, please. If you take it, then the others... laugh at me, but if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer, please. Het lijkt wel alsof hij twee personages of twee What's so funny? You're stupid. Ja, see? You talk too much. Hij heeft twee persoonlijkheden. I plugged the way in. What are you? This is my territory. I won't let you leave. Shit. Oh mijn god. Escape Morau. Damn freak. Wat een freak. Oh nee joh. Oké, dit was echt onverwachts. Ik vond echt super snel alweer de onderdelen van Rose. Wat ik... Oh mijn god. Oh mijn god, doe normaal. Oh mijn god. Oké, dit is niet goed. I won't let you have it. Waarschijnlijk gaat hij die lift inbouwen. 100% zeker. Ja, precies. Oh mijn god. Damn, this way's no good. Oh, moeten we nou serieus hier langs? How do I get out of here? How do I get out of here? Ik ga het niet weten. Ik ga het ook niet willen weten. Maar goed, dat was Morau. En het leek eigenlijk alsof die man twee persoonlijkheden heeft. Het leek echt alsof hij, zeg maar... een hele lieve kant heeft. En een hele enge kant. En dat vond ik best wel vet. Dat had ik niet echt helemaal verwacht. Een force could break this. Schieten of niet? Moet ik dit schieten? Ik ga een shotgun kogel gebruiken. Oh! Oh, nice. Het werkt ook echt. Waar gaat dit naartoe dan? Misschien moet ik ook even op de map kijken voordat ik overhaaste conclusies maak. We hebben daar een base. Die heb ik al... Oh, wacht. Dat is bij de molen. Oké. Daar hebben we de Six-Winged Unborn Key.
De labyrinth puzzel. Hè? Hoe werkt dit? Dit is echt heel gek. Wacht even. Oh! Kijk, dat is allemaal van die kutmolen. Maar waar moet ik hier naartoe dan? Hier is een heel groot gebied. Moet ik nog een stukje terug? Ik heb het gevoel dat ik nu iets te snel ga. Zoals ik al zei, overhaaste beslissingen. Ik denk dat we hier nog iets kunnen doen. Of niet? Want hier kunnen we dus niet langs. Nee, een pijpbom, dat gaat ook niet werken. We kunnen hier nog wel heen. We hebben een beetje twee keuzes, zeg maar. Waar gaat dit naartoe? Oh mijn god, we zijn hier gewoon buiten. Kunnen we hier niet gewoon omhoog klimmen? Oh, wat? Dit is niet de molen waar ik was, toch? Nee. Dit is een hele andere plek. Wat de heck? Dit is een kapotte molen. Wat is hier aan de hand? Er klopt hier iets niet. Ik zie daar ook iets liggen. Wat, een kist? Hallo, kist? Hoe kom ik bij jou dan? Oké, voor mij is dat treasure, heb ik het gevoel. Het is echt heel gek, dit begin. Morrow is wel echt een hele vage man ook. Dat moet ik ook even zeggen. En leave the boat key in the shack in the mine. Hans is dead, so no more fishing for a while. I mean, we all know his death was no accident. He was eaten by a giant fish, boat and all? Oké, we moeten de shack in the mine vinden voor een sleutel. Dus voor de rest kunnen we hier waarschijnlijk helemaal niet... Oh, en dan kunnen we die gebruiken. We moeten dus die mijn in. Oh mijn god, wat vet. Oké, dit wordt wel echt denk ik heel gruwelijk. En ook heel erg eng. Maar goed, hè. Ik ben pro-gamer Melvin, dus ik word nooit bang. En we gaan het gewoon doen. Let's go. Dit is mijn territorium. Horrorspellen, echt waar. Ik heb het al eerder gezegd en ik ga het nog één keer zeggen. Het spel is niet zo eng als Resident Evil 7, maar het is wel echt supergoed gemaakt. Ik vind hem denk ik ook zelfs vetter dan Resident Evil 7. Het verhaal is goed te volgen, het is goed te begrijpen. Dit is ook een verhaal dat je niet zo snel zal vergeten of zo. Het is allemaal zo duidelijk, je weet precies wat er aan de hand is en... Oh nee. Zou ik gewoon door zijn kop knallen? Oh, dat was zo'n sick schot. Oh mijn god. Oh mijn god. Nee, ik zit hier niet. Oké, we gaan ons nieuwe pistooltje gebruiken. Oké, dit werkt niet. Oh mijn god. Nieuwe pistooltje is beter, zeggen jullie tegen mij. Nou, dat zien we. Godsamme, allemaal magisch, man. Echt, what the fuck, hé. Hoeveel kogels heb je nodig met dat nieuwe pistooltje? Oké, hij is wel sterker. We hadden wel minder kogels nodig. Maar wat ging dat weer kut, echt waar. Oh, jongens. Ik en vechten in dit spel, het is niet een goede combinatie. Serieus niet. We hebben in ieder geval wel wat lei gevonden. Oh, what the fuck? Oh nee. Oké, een pijpbom. Hier is een pijpbom. Die moeten we equippen, want die moeten we op die gas gooien. Die gas is namelijk super sterk. Hoeveel zombies zijn hier? Oh nee. Oh mijn god. Oké. Misschien moet ik ook even healen ondertussen. Even dat bloed van mijn handjes afhalen. Ik weet niet wat hier aan de hand is voor de rest. Maar we rennen gewoon een rondje. Een soort van marathon doen we. En dan gaan we op het juiste moment gaan we een pijpbom gooien. Zodat iedereen in één keer neergaat. Kom maar door. Hier, ik reed gewoon langs. Niks aan de hand. Let op deze super goede trick. Hier, daar gaan we. Oh! Ik ben zo pro-gamer! Dat was, ik denk, het ziekste moment dat ik tot nu toe heb gehad in Resident Evil Village. Dat was echt gewoon zieke gameplay. Zieke mindgames met die achterlijke kutbeesten. Als dat geen blauw duimpje omhoog verdient, weet ik het ook niet meer. Wat ik wel weet, is dat hier echt een heleboel loot ligt. Check dit even. Al die lei. En lei maakt me blij. En een perfect crystal skull. Voor le moi. Le Melvin. We hebben een paar shotgun kogels gebruikt, maar dat maakt me niet uit. We hebben hier nog wel de boat key en daarmee gaan we lekker varen straks. En wat ligt hier nog meer voor de rest? Iets van loot? Nee, niet. Misschien ergens anders. Daarop... Ja, hier. Bijvoorbeeld deze even kapot maken. Handgun ammo, dankjewel. Voor mij lag hier ook nog ergens wat. Ja, precies. Een herb, ook dankjewel. Die boot, daar lagen hier gewoon handgun ammo. En dan hebben we als laatste hebben we dit ding. Wat ga jij mij geven? Nog meer handgun ammo. Holy shit, man. We krijgen echt een shitload aan spul. Dank jullie wel. Dit was het, denk ik. Nog niet, want het is nog rood. En rood betekent dat ik niet alles geloot heb.
Wat kan ik hier dan nog looten? Ik blijf dat soms heel onduidelijk vinden. Dat zo'n kamer dan rood is en dan betekent dat ik nog niet alles heb onderzocht. Terwijl ik voor mijn gevoel wel letterlijk alles hier heb gezien en gevonden, toch? Hallo? Kastje? Nee? Oh, dit? Is dit wat ik nog moet zoeken? Denk het niet, maar... Wat moet ik nou nog vinden dan in deze fucking kutgrot? Echt waar. Ik denk dat ik maar gewoon terug ga en scheid heb aan wat hier nog te vinden valt, hoor. Ongelooflijk. Dit is toch niet meer interessant. We hebben de bootkey. We hebben alles geloot waarvan ik weet dat ik het moet looten. Dus dat vind ik prima genoeg. Oh! Oh, ik weet het al. Dit is 560 lei. Nu is hij blauw. Ik ben blij met mijn lei en met een blauwe achtergrond. Bij mij. Of zo. Ik dacht, ik gooi even een freestyle rap. Dat vond ik wel heel erg vet. Maar nu gaan we verder met deze onwijs gave pret. Melvin die gaat naar buiten om met een boot te kunnen varen. En ik denk niet dat Ethan dat kan evenaren. Ik weet niet waarom ik opeens met gekke bars kom. Maar Melvin, probeer dit te doen. En wees niet zo dom. Oké, Melvin die schrok wel een beetje. Dat kan soms gebeuren. Hij gaat nu dit monster gewoon helemaal doden en verscheuren. Hij schiet kogels in de hoofden en zorgt dat ze allemaal exploderen. Kijk, Melvin, gaan! Met schreeuwen. Als een beren of zo. Oké, dat was een heel gek liedje, maar... Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Het gaat niet helemaal soepel, maar we doen het wel. Trouwens, wat vonden jullie van mijn sicke freestyle? Ik vond hem best goed gaan. Ik weet niet, dat vond ik wel grappig. Gewoon even rijmen. Nou, daar gaan we. Wat hebben we hier? Het ziet er wel echt ziek uit daar. Is daar een achtbaan? Gaan we naar een pretpark toe? Dat zal nog leuker zijn. Nou, laten we maar die boot pakken. Naar die kist gaan varen. En kijken wat hier allemaal is. Hupsakee. Bootkey. Halseflats. Er zit gewoon nog benzine in. Nou, daar ben ik een blije man. Kom op, kan ik... Oh, ik kan zelf varen. Wat cool. Hoe kom ik bij die kist dan? Wat? Kan ik nou... Hoe? Het is gewoon onmogelijk om bij die kist te komen. Nou, oké, dan niet. Dat was een beetje teleurstellend. Nu ga ik huilen van verdriet. Oké, ik moet ophouden met dat rijmen. We gaan in ieder geval hier maar onder dit slijm door. Het ziet er echt onwijs gaar uit. Gadverdamme. En oh, dit is een poort. Of wat is het? Is het een dam of zo? Weet je waar ik... Dat is... What was that? Dat is echt fucking eng. Ik wilde net tegen jullie zeggen... Weet je waar ik wel bang voor ben? Voor de grote vis waar dat in het verhaal stond. En wat krijgen we op het scherm? Een gigantische vis. Maar goed, daar gaan we. We gaan varen. Misschien moeten we hier langs voor die... Voor die kratje of zo. Of die kratje. Ik bedoel die loot. Ik zal hem moet dat... Nee, niet. Hoe kom ik dan bij dat... Nou, echt, fuck dit ook maar. Echt waar. Ik wil looten, maar het mag niet. Nou, hey, als mijn spel dat tegenhoudt, fuck een kutspel ook maar. We gaan hier langs. Een heel eng grotje in. En serieus, dit was de route die we gingen varen. Wauw, dit is echt wel echt heel erg stom. Moest ik daarvoor een hele halve bosfight houden in een grot? Om tot daar te kunnen komen? Wauw, waar moet ik nu heen? Wat is dit? Is dit een huisje? Wat zit daar rechts? Research post of something? What the fuck are they doing here? What? Get off of me! Stay the fuck down! Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. What? It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. What? Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown. But my guess is we've been here too long and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. Die vis ook, what the heck? You stay out of our business, Ethan. What this guy? Dit is niet goed.
Ik ben geen viroloog of zo. En ik ben ook geen specialist in gigantisch grote beesten. Maar dit is niet gezond en niet goed. Shit, stay back. Wat? The exit's underwater. You're done. I don't have time for this. Ja, hij is zo gek. Miranda sent you to slow me down? You're pathetic. Waarom? Nou, wat, wat? The fuck is wrong? Oh mijn god, moet ik hem gaan doden? Gadverdamme, wat is dit? Of wordt hij juist een vis of zo? Oké. dit is echt totaal onverwacht. Ik weet niet wat hier aan de hand... Oh mijn god. Oh mijn god. Spring alsjeblieft naar het vasteland. Oh Ethan. Oh Ethan, kom op, kom op, kom op. Oh mijn god. Wat gebeurt er achter mij? Wat is hier Oké, dat is er achter mij gebeurd. Letterlijk, het hele plateau is weg. Sure. Alle molens staan er nog wel. Ik vind het wel leuk, al die windmolens trouwens. Heeft al iets. Maar juist. Ja, ik weet het ook niet, what I'm supposed to do. Morrow's Clinic? Serieus? Hij heeft zijn eigen clinic? En dit lijkt wel op een safehouse. Dit is sowieso een plekje waar... Ja, hier. He said the exit's on the wall. Een gatehouse. Wat gaat die zijn? We hebben hier een examen. Sowieso gaat het niet werken. Shit, there's no power. There is no power. Oké, dit is een puzzel, lijkt het wel. Rood, 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 bla. Moet ik dit echt gaan onthouden? Hoe moet ik dit gaan doen? Dat moet hier ingepoet worden. Ik hoor trouwens een zombie. Zombie? Duke! Het is de motherfucking Duke. Hé, jongen. Ik dacht dat jij een zombie... Hé, hem kan opslaan. Dat ga ik eerst doen. Maar ik dacht dat het een zombie was. Is het gewoon de Duke? Hé, grappie. Shall I choose something for you? Nou, ik kies zelf wel even wat uit. We hebben namelijk 32.000... I've got some new stock. Ja, dat zeg je altijd. Hou je bek dicht. Ik heb namelijk 32.666 lei. En we kunnen natuurlijk nog even kijken naar onze dure loot. De treasure. Deze en die van 10.000. En deze, die is combinable. Die moeten we houden. En de rest, ja, denk dat ik alles moet behouden. Nee, jullie zeiden tegen mij. Verkoop je Lemmy. En ga ervoor zorgen dat je je M1911 kies gaat upgraden. Want dan is het gewoon beter en dan heb je gewoon inventory ruimte bespaard. Dus dat gaan we gewoon doen. Ik weet niet of het slim is, maar we krijgen er 48.000 lei voor. We gaan hem truiden. We hebben de Lemmy verkocht en nu gaan we dus alleen maar de M1911 nog gebruiken. En die gaan we dus ook upgraden. Wat staat die? De M1911. Rate of fire, Hapsicups. Kijk eens aan. Hij is al gewoon nu beter dan dat vorige pistooltje. Dus dat is super goed. En deze hebben we volledig geupgrade. Damn, wat heb ik een boel geupgrade trouwens. Holy shit. Misschien de sniper nog even voor de rate of fire. Ja, sure. En wat hebben we nog voor supplies? Laten we eens kijken. Wat is nog wel echt handig om te hebben? Deze gast, die ligt me op. Hij verkoopt nu gewoon mijn Lemmy voor 73.000. Ik dacht dat de matties waren. What the fuck, hé? Hebben we nog iets anders wat we kunnen kopen voor dat pistooltje? Lijkt het niet op. Serieus? Gewoon totaal niet? Fucking hell. We kunnen wel deze improved gunstock kopen. Ik ga die gewoon maar gelijk equippen. Kijk eens aan. Dat ziet er wel sick uit. Nou ja, dan vind ik het zo wel best, denk ik. Of hebben we nog supplies nodig? Ik heb best veel supplies. Ik zie ook wel wanneer ik dit nodig heb. Die extra baggage. Ik heb voor mij nu best wel inventie. Ja, weet je. Ik voel me wel veilig. Ik ga gewoon nog even snuipen. En dan gaan we door. Duke, dankjewel voor deze... Till next we meet. Till next we meet, inderdaad, gassie. Ik had niet verwacht dat hij hier zou zitten met alles. Maar hij is echt, ja, mijn favoriete karakter. Ik vind hem gewoon super leuk. Ook gewoon op zo'n random plek zit hij dan met zijn safe dingetje. Dat is gewoon leuk gedaan. Dat is echt gewoon
schattig op een bepaalde manier. Ik ga nog even kijken. Ja, weer een wc-hokje. Wat is het met al die wc-hokjes? Ik zweer dat er iets met die wc-hokjes aan de hand is in dit spel. En wanneer je ze waarschijnlijk allemaal hebt geopend, dat je een of ander achievement krijgt van... opent al de wc-hokjes. En dat je dan gewoon een achievement krijgt. Hier ligt trouwens een briefje. This crank is old and busted up. It feels like it's going to snap any second. I hope it doesn't break. The only other one we have is over at the windmill 2. Wat is windmill 2? Hoe weet ik wat windmill 2 is? En, oh, kippen! Deze had ik voor mij nodig. Wacht even. Oké, ik zag namelijk bij onze grote vriendelijke vriend de Duke dat wij wat poultry nodig hadden. En dan konden wij een nieuw recept maken. Dus ik denk dat ik dit even ga doen. Kippetjes, kom maar bij mij. Lekkere hot wings vind ik leuker dan die andere wings die we soms vonden. Waar ben jij waar is trouwens die laatste kip heen? Wat is dit trouwens? Een kistje? Wacht. Kunnen we die combinen? Nee, niet. Oh, dat is niet combinable. Godsamme, waarom nou niet dan? Nou ja, ik dacht dat er nog een kip was, maar die is gewoon met de horizon verdwenen. Waar rent die kip zo snel heen, man? Echt waar. Nou, volgens mij heb ik nu genoeg poultry, dus kunnen we een zieke stuw maken die ervoor helpt dat voor mij onze health greatly permanently increases. En dat klinkt goed. Dus, hey, Duke, laat me zien, man. Yes. Kijk, welke was het? Deze, kijk. Health greatly increases permanently. Dus die doen we gewoon. Dat klinkt gewoon echt het waard, zeg maar. Oh ja. Ja, kijk, completed. Just excuse me a moment. Ja, de Duke is aan het koken voor ons. Wat goed, hé. Die geluidseffecten. Here's your share. Toshitura de Pooey. Ik weet niet wat het is, maar we hebben het. We hebben het gegeten. And health has greatly increased permanently. To think such a dish could be had in this winterbound frontier. Ik weet niet wat het is, maar dankjewel, Duke. Hey, we gaan nog één keer opslaan. En we gaan naar die windmolens toe. En we gaan dit gewoon doen. We moeten dit gewoon gaan doen. We moeten dus de stroom gaan fixen. Dan kunnen we dus het water weg laten lopen daar. Dat is echt ziek. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. En dan gaat waarschijnlijk die vis in het droge komen. En dan krijgen we een boss fight. Het is allemaal wel een beetje voorspelbaar, maar het is wel echt heel erg vet en echt superleuk. En ik zeg trouwens allemaal heel erg voorspelbaar, maar dat valt ook wel mee, want er gebeuren echt dingen waarvan ik het gewoon totaal niet had verwacht. Dus het is echt gewoon een goed spel. Dit is wel echt een spel wat voor mij gewoon, hoe heet het, moet kunnen winnen. De Game of the Year. What? Seriously? Dat was ook zo emotieloos. Seriously? Ja, serieus, Ethan. Die fucking windmolen die breekt af. Dat zag je zelf ook. Of ik bedoel die crank, of hoe je het ook maar noemt. Was gewoon een heel erg oude crank. En nu moeten we naar windmolen 2 waarschijnlijk om dat te kunnen fixen. Maar dat betekent dus ook dat we waarschijnlijk langs dat water moeten. En dat is wat minder leuk, want daar zit dat hele grote visje in. Hè? Er is één groot visje in een zee van bla groen. En dat grote visje, ja, ik mis je. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit is echt fucking eng. Oh shit. Ik wist het. Oh mijn god. Oh nee. Ben ik dood? GG. Wat? Nou, het zal wel. Nou, gaan we nog een keer. I'm going to be fish food. Oh, trouwens. Hier, hey, het is eigenlijk wel gewoon waar dat ik dood ben gegaan. Kijk, er ligt er gewoon gun ammo. Nice. Had ik net niet gevonden. Nu wel. Maar kijk, nu gaan we hier lopen en dan komt die vis daar. Oh, ik wil ook eigenlijk niet weten wat voor monster dat is, hoor. Holy amahula. Oh, kijk. Oh, vandaar dat ik dood ging. Oh, we moeten dit timen. We moeten oppassen, want hij gaat dus als het ware over die bruggetjes heen. Kijk. Kijk, waar is hij? Kom maar. Maak een bruggetje voor mij. Ik moet hier langs. Oh, hier moet ik zo. Oh mijn god. Wat gebeurt hier? Wat moet ik hier doen? Moet ik dus voor zorgen dat dit instort of zo? Hallo?
Dit hangt echt letterlijk aan een zijden draadje of zo. Hoe de fuck kan dit? Moet ik hier langs en dan... Ik moet waarschijnlijk daar langs. Ik zie het al. Ik zie het al. Oké, als jij daar langs bent, kan ik hier veilig langs. We moeten waarschijnlijk daarop iets knallen of zo om het kapot te maken. Oh mijn god. Waar is hij? Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Pas op, pas op, pas op. Ethan, Ethan, Ethan. Oké, laat hem maar lekker zwemmen met al zijn oogjes. Kijk eens aan. En nu zijn we gewoon goed om over dit bruggetje te gaan. En dan hebben we die hele uitkijktoren of wat het ook maar was. Hier. Toppie, man. Ethan weet wat hij doet, hoor. Deze man is echt zo'n pro-gamer. Of zou het komen dat ik speel? Ik denk het tweede. Ik vind mezelf veel beter dan Ethan, zeg maar. Wat ligt daar nog? Niks? Ik weet niet. We moeten gewoon door. Dit is eigenlijk wel echt een bizarre route wat we moeten doen voor fucking een crank om een windmolen te kunnen omdraaien. Dit is echt ziek, hoor. Maar goed, we doen het. We kunnen dit ook. Wat doet dit? F open. Gadverdamme. Stinks. Gadverdamme. Ah, dit is zo vies. Ai, ai, ai. Wat doet dit? Oké. Dat vond ik echt fucking eng. Is dit een puzzel? Oh mijn god, waarom zit hier opeens een puzzel? Kan iemand me uitleggen wat daar gebeurde? Wat? Wat was dat? Ik werd opeens naar ver weg in stand gelanceerd ofzo. Deze deads bij dit water zijn echt heel, heel bizar ofzo, maar oké. We worden hier in ieder geval teruggezet, we kunnen hier overheen. We hebben nu dit ding. Nu gaan dus die dingen omhoog. Hier kunnen we niet langs. We moeten dus sowieso hier naartoe. Ja, oké. Dat betekent dat we die blauwe naar beneden gaan. Nu moeten we dus deze doen. Ik snap dit niet. What the fuck is hier aan de hand? Oh, what? Oh, wauw. Ik moest daar gewoon supersnel overheen rennen. What the fuck was dat nou weer? Oh, hier zit ook een ding. Wat doet... Oh, dat is die witte nu. Hier is ook nog een Magnum ammo. Ik heb nog steeds geen fucking Magnum gevonden. Ik weet alleen dat ik Magnums lekker ijs vind. Maar nu moeten we dit dus supersnel gaan doen, of niet? Oh, mijn god. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Oh. 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 Oké. Okay. Nee! Oh, oh, oh nee, oh nee, oh nee. Oh mijn god, wat gebeurt hier? Oké, okay, ren, ren, Ethan, ren, ren, Ethan, Ethan. Oh. Waarom klinkt het alsof dat Morrow is? Hij is... Of is het een Morrow's broer of zo die dat schreeuwt? I'm the best! Oké, okay, we moeten gaan, we moeten gaan. We moeten niet gaan, we moeten niet gaan. Oh mijn god. Hij is zo gek. Hij is zo gek en eng. Oh mijn hoela. Nee, hou op. Doe nou niet. Hij doet ook veel te stoer of zo. Ethan kan stoer doen. Maar ik bedoel, waarom ga je niet gewoon dit hele plateau kapot maken? Waarom ga je er overheen springen? I will do better next time, mama. Oké, volgens mij is het oprecht... ja, dit is oprecht, hoe heet het? Waar gaat dit trouwens heen? Moet ik hier naartoe? Of moet ik hier omhoog? Oh mijn god, heb je twee routes? Wat is dit? Hallo? Hè? Hier ben ik net ook langs gegaan. Ik snap hier echt helemaal niks van. Of ben ik hier niet langs gekomen? Ik ben... Oh, ik ben daar langs gekomen. Oh, wat? Dit is zo... Waarom fuck dit spel zo met mijn brein? Even serieus. Het is godsamme gewoon een horrorspel. En ik begrijp er geen kloot van. Kijk dan, we kunnen hier ook helemaal naartoe. Wat doet dit? Nee. Zie je, bedoel ik? Ik ben hier gewoon langs geweest. Wat? Moet ik hier dan langs en dan hier naar beneden springen of zo? Is dit de bedoeling? Oh, ja, kijk. Oké, okay. Dit is goed. En we hebben weer wat lei. Daar ben ik blij mee.
Oké, nu moeten we dit gaan kapotschieten met mijn shotgun, hadden jullie gezegd. Dankjewel voor die tip chat. Of chat, ik bedoel gewoon mensen van het goede leven. Mensen die dit kijken. Ja, dus jullie kijkers. En wat is dit? Dit is een... What the heck, wat is dit? Ik ga hier op een of ander heel erg zieke machine ding. Wat doet dit? Ethan die trekt ook letterlijk aan iedere hendel die die... Oh, wat? Caught myself a big one. Caught myself a big one. Yup. Ik weet niet wat het is. Het is een echt een of andere tering smerige... Oké. Oh mijn god. Oké, dat was echt eng, maar werd overleefd. Hij zit nu... Oké, als hij daarmee bezig is, dan kunnen wij hier naar deze windmolen toe. Want voor mij zijn we bij de volgende windmolen. Oh mijn god, ik loop fout. We moeten hier langs. Het enige wat we nodig hebben... Huh? Oh, serieus, moet ik hier nog een kogel op gaan schieten ook? Allemaal hoela zeg, man. Ze doen echt alsof ik echt gewoon 76 kogels heb, man. Echt waar. Oh, toevallig heb ik dat ook. Oké, dat was misschien een heel erg stomme grap. Ik moest zelfs rekenen om die grap te maken, maar... We zijn op de fucking andere... Hij doet echt veel te stoer. Ja, ik ben erover uit. Dat ding denkt dat hij heel wat is. Maar dat is hij niet. Maar we zijn op de andere windmolen. Ik ga even snel looten. Kijk eens aan. Hier zit een ladder. Wat? You can't climb it up like the... Oh, wat? Wat? Oké, we hebben die crank. Moeten we deze gaan draaien op een bepaalde manier of zo? Oh mijn god, we gaan op... Ik weet niet wat hier gaat gebeuren, maar ik heb het gevoel dat dit heel spannend gaat zijn. Kijk dan. Nu moet dit ding... Wat? Oké, als jullie maar gingen zeggen van... Yo, je moet boven die windmolens klimmen, had ik niet geloofd. Maar blijkbaar is dat toch een ding. Wat doe ik hier? Oh nee joh. Zo, de knetter. Onwijs gaaf gemaakt dit. We gaan gewoon met die crank gaan we dit gewoon in ieder geval besturen, bedienen. Gaan we het gewoon bedraaien. Dan gaan we eens kijken wat er nou eigenlijk hier in eerste instantie nodig was. Want het stom is ook echt dat die crank gewoon kapot gaat. En dat je dan opeens een zieke route moet doen door deze hele... Oké. Oh, dat heeft... Oh! Oh, dat heeft de stroomkabel gefixt. Oh, wauw, dat heb ik niet eens doorgehad. Wat ziek. En dat mag nu dus betekenen dat we gewoon het water gaan weglaten lopen daar. Ik ben zo benieuwd wat dit gaat doen. Oké. Examen. We moeten deze puzzel gaan doen. Oranje, ja. Oranje. Die moet zwart worden. Hoe wordt die zwart? Hé? What the fuck is hier aan de... Oh, dit is... Je moet hem zo zien. Wat is dit voor flauw iets? Je moet hem zo zien. Oké. Dan hoort die wit te zijn. Wacht even, ik ben echt helemaal van... Nee, deze horen blauw te zijn. Kijk, ja. En dan hoort die nog wit te zijn. Oh! Pro gamer Melvin en deze blauw. Oh, damn. Ik weet niet wat het gaat doen, maar dit gaat sowieso heel vet worden. Oh mijn god. Got it. Nee, dit kan... Wat was dat? Is dat Morrow die daar staat voor die deur? Want je ziet dus dat hele meer nu leeglopen, hè? Maar de muziek die wordt zo luguber, dit kan niet goed zijn. Dit kan niet de boss fight zijn. Ik vertrouw het zo erg niet dat ik ga opslaan. En nu ik heb opgeslagen, gaan we toch maar wel ernaartoe. Find the way out, they said. Wat? Oké. My precious water, no. Hij vindt het niet zo leuk dat ik het heb gedaan.
Maar pik, het spijt me zeer. Ik moet hier ook gewoon mijn brood verdienen, zeg maar. Ik moet, of ja, brood verdienen. Ik moet eigenlijk Rose terugwinnen. Maar dat is ongeveer hetzelfde voor Ethan. Wat hebben we hier allemaal? We hebben hier een huisje. Ah, ik vind dat spul is wel echt zo naar gemaakt of zo. Wat is dit? October 1, a sunny day. Mother Miranda brought me 5 people from the village, just like I asked. I made them sleep with some liquid and then I put cadu in their tummies. I'm looking forward to the cadu to grow in their tummies. A cloudy day, 4 of the people from the village are dead this morning. One is almost a lichen. I sent it to my lab on the mountain. I filled again Mother 1's strong vessel, but I cannot get any. Lichens zijn volgens mij trouwens die monsters, 6 zombies die we steeds moeten doden. Oh! Oh mijn god! Dat is supergoed. Oh! Net dat jullie ook zeiden tegen mij van... joh, je moet dat pistooltje meer gaan gebruiken. Hebben we gewoon opeens een ziek high capacity ammo magazine gevonden. Nice. Dit is goed nieuws. Dit is echt supergoed. Laten we maar gewoon doorlopen in ieder geval. Ook al... nee, er zit hier nog water. Ik durf te wedden dat die gast op een of andere manier nog hier levend weet te zijn of zo. Dat kan niet anders. Kijk dan, dit laagje water, dat is waarschijnlijk voor... Ik fucking zei het. Oh mijn god. I guess I gotta do this. Oh mijn god. Waar is hij? Oh, dit vind ik zo eng. Oh mijn god. Oh, hier staat een explosie. Ik moet hier waarschijnlijk iets laten exploderen, of niet? Oh mijn god, pak die shotgun maar voor. En we moeten dit gaan doen. Waar is hij? Ik hoor zoveel geluiden. Oké, we moeten gaan exploderen. Kom maar. Oké, dat was echt supergoed, denk ik. Don't you mean that? Nou, ik kijk wel gewoon naar hoe ik je wil, pik. Het doet me helemaal niks, zeg maar. Hier, ik pak gewoon zelf die loot op, terwijl je daar bezig bent. Hier, ik heb zelfs mijn... Nee. Ga niet op mijn poepen. Ga alsjeblieft niks op mij doen. Waar is hij? Hij is daar. Oké, hij moet hier langskomen. En als je die shit laat... Oh mijn god, er zit iets in zijn fucking mond. Zagen jullie dat? Ik heb het gevoel dat... Oké, eigenlijk moet ik die mijnen ook gaan gebruiken. Die krijgen we niet voor niks, zeg maar. Zet hier maar gewoon zo'n mijn neer. Dan explodeert hij de hele toko. Kom maar. Wat doet het? Even normaal. Heb ik gevraagd om zure regen? Nee, niet dat ik me kan herinneren. Dus waarom doe je dat, pik? Oh, het is echt een ziek ding. Eigenlijk moet hij hier even naartoe komen. Kom naar mij. Er ligt hier een mijn. Nou, als je op die mijn komt, dan explodeert hij de toko. Kom maar. Oh, wat doet hij? Oh, fuck. Wat? Dat doet helemaal niks! Dat deed helemaal niks! What the f... Ik weet niet wat er aan de hand is. Waar is hij? Ik schoot fucking op die explosie en het deed niet eens iets. Zagen jullie dat? Wat was dat voor onzin? Wat moet ik nu doen? I wanna be around there, please! Wat daar ook gebeurde, weet ik ook niet. Ik moet nog meer mijnen plaatsen. Ik heb 2 mijnen gekregen. Ik ga die gewoon plaatsen en dan hoop ik maar dat hij daar wat damage van krijgt. Oh mijn god. What the fuck doet hij? Kijk dat dan. Gast, laat het even allemaal binnen, pik. Waarom doe je zo fucking smerig? Oké, maar ik denk als dat spul eruit komt, dat monster... Ja, dat bedoel ik. Ik moet denk dat ik daarop moet knallen.
Oh mijn god, oh mijn god. Ja, ik hoor je toch wel, jongen. Doe even normaal. Zit hij weer dan al zijn hele lichaamsinhoud uit te spugen, hoor. Gadverdamme. Asociaal. Ik denk dat hij een hele slechte nacht hiervoor heeft gehad of zo. Het is wel echt heel eng. Maar goed, kom bij mij. Kom bij mij, loop eroverheen. Oké, dit is goed. Dat is goede damage. Dat is spannend. Heel eng, heel spannend, heel eng. We moeten denk ik mijn pijbommen gaan... Wat heb ik allemaal nog? Heb ik nog spul wat ik kan gooien? Ja, één pijbom. Waarom heb ik maar één pijbom? Hoe moet ik dit doen? Oh mijn god, gaat hij dat weer doen? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Kom hier alsjeblieft in. Fucking hell, dat deed net weer damage. Ik vind het een best moeilijke bossfight. Ik zie nog niet helemaal wat ik moet doen. In ieder geval, de zure regens opgehouden. Nee, nu ook hier zo'n ding. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god, ik dacht dat hij dood was. Ik dacht dat hij dood was, maar hij is niet dood. Oh mijn god. Yo, ik weet niet wat die gast allemaal wil van mij. Kijk hem zo kut achter me aanlopen. Wat wil... Serieus. Huh, nu loopt hij de andere kant op. Het is echt zo smerig, maar oké. Okay. Ik hoop echt dat jullie allemaal een sterke maag hebben. Ik heb gelukkig een sterke maag en ik kan er best goed tegen, maar... Doe ik het goed, is mijn vraag. Doe ik het goed, papi, papi, papi. Oké, dat doet wel damage. Het doet wel echt heel veel damage voor mij. Maar of het genoeg damage doet, weet ik niet. Oh, it hurts so much. Het doet pijn. Oké, wat we gaan doen is een pijbom voorpakken. En die gaan we gooien. Hier, neem een pijbom. Oh, damn. Dat was goed. Ja! Crystal Morrow. In death as he was in life. Disgusting. Dat was echt wel echt weer een zieke bossfight. Mijn voorspellingen kloppen wel steeds. Dat ik dan zeg van, oh, volgens mij is hier nog genoeg water. En dan, om het hoekje, hebben we dan onze grootelijke vriend Morrow. Ja hoor. Ik voel me wel een beetje sad bij zijn dood. En dat komt omdat hij op een bepaalde manier heel aardig was tegen mij toen we Rose pakten. Maar ja, hè, hij is toch ook een deel van... Ja, ik zie het. Een deel van Mother Miranda. En dat is gewoon niet goed. En dat moet gewoon allemaal dood. Dus ja, we gaan nu in ieder geval naar de moeilijkste en de laatste toe, denk ik. Dat is Heisenberg. Oftewel onze Walter White. De crème de la crème, denk ik ook, van de vier lords. Wat heb je nog meer? Lai. En hier is een... Wat is dit? Oh! Oh, dat is cadeau. Is dat alive? Wat? En wat is dit? Oh, dit is voor de key! Oh, wauw. The sixth winged unborn key. Wat doet dit? You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a while back. Not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Okay. Go there and get my flask. Do that and you pass. What? First, head back to the graveyard.
self-centered prick. Fuck jou, echt waar. Heisenberg, wat de heck. Maar ik heb het gevoel dat ik hier wat mee kan doen. Zal ik hier gewoon één keer op knallen? Ik weet niet wat het doet, maar... Serieus, alles gaat kapot behalve dit glazen ding. Ja, ja, ja. Hé, hey, wat is dit trouwens? Mother Miranda gave me a rose jar. No one likes me, which is why I thought I would leave me out again. But Heisenberg said that that was why we get each get rose. The ceremony cannot happen without... Oh! Mother didn't seem to care, though. Mother said Rose is a vessel. With a vessel, Mother can get her real child back, even though she has been dead for a very long time. But if Mother does, then what will happen to me? I am not her child. Would she abandon me? No, I don't want that. No, no, no. Ik vind... Ja, die man die had twee persoonlijkheden. Dat is de enige conclusie. Dat is gewoon super zielig of zo. Het is echt gewoon sad. Ik voel me een beetje zielig dat we hem hebben moeten doden. Weet je? En het is natuurlijk ook super zielig dat we Dimitrescu hebben moeten doden. Want die vrouw was gewoon een boegbeeld voor deze serie. Met een onwijs grote neus. En een onwijs... dikke neus. En een onwijs grote voeten. Maar ja, voor de rest... En Beneviento, dat boeit me niet. Nee. Daar heb ik zelfs de torso niet van meegenomen. Dus dat boeit me niet. Maar deze lift, die brengt mij terug naar die windmolen. Daar hebben we een save punt. Voor mij hebben we alles ook wel een beetje gehad wat we konden loot, heb ik het gevoel. En als ik nog iets heb gemist, laat het me weten in de reacties natuurlijk. Want dat is gewoon lief. Maar goed, zijn we er bijna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo gaat hij goed. Zo gaat hij beter. Alweer een verdieping hoog. Ja, kijk. Toppie. Daar zijn we dan. In onze zeewindmolen. Kunnen we het uiteindelijk... ja, ik kan die puzzel niet doen, denk ik. Oh, ik dacht even wat hoor ik, maar dat is dat ding. We kunnen in ieder geval opslaan. We hebben echt goede progressie gemaakt. Morrow is gewoon niet meer. De zon die gaat zelfs onder. Ik weet niet wat dat te betekenen heeft. En hier kunnen we dan waarschijnlijk langs om terug te gaan. Of niet? Wat doet dat? Ja, kijk. De mechanical door. En de labyrinth puzzle. Die moeten we nog doen. En we hebben hier nog wel Morrow's hidden weapon. Wat is dat dan? Ik heb geen idee. Wat ik wel weet, is dat ik hier deze aflevering beëindig. En dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze epische episode. Ja, druk op dat blauwe duimpje omhoog. Klik hiernaast op een andere video. Abonneer op mijn kanaal. Reageer op mijn kanaal. Bedankt voor de support. En dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie. En dat is aan... Doei mensen!